Vrienden, ik heb het vandaag gezegd. Ik heb vandaag die video geplaatst over Promes. En toen heb ik gezegd, let op, dit gaat opgerakeld worden. En wat zien we nu op tv? Ja, we hebben het gezien. Net, ik heb net zitten kijken. En ja, nou Humberto. En die hele affaire van Promes, die komt nu weer voorbij. En, kijk maar met me mee. Maar niet alleen naar dat, want het gaat ook nog eens over een wedstrijdje tussen Humberto en Jack van Gelder. Dit gaat, vrienden, dit gaat dus even over de Promes-affaire, hè? Maar goed, daar wil ik het even helemaal niet meer over hebben, want daar heb ik mijn zegje over gedaan. Wat ik zei, het wordt opgerakeld, dat hele verhaal van Promes. En wat zien we hier gebeuren? Ja, bij Humberto. Het wordt enorm opgerakeld. Dus daar zit de KNVB en Frank de Boer, die zitten daar lekker mee. Gefeliciteerd jongens, goed gedaan. Maar waar ik het even over wil hebben nu, en dan moeten we goed kijken, goed kijken. Wie is er bruiner? Is dat Humberto Tan? Of, kijk, dit is Humberto Tan. Goed kijken naar de kleur bruin, hè. Is hij bruiner dan Jack van Gelder? Let op, hè? Jack van Gelder die zit daar ook. Kijk, we krijgen Humberto nog een keer in beeld. We wachten even op Jack van Gelder. Want die doet dus zijn best de laatste tijd om bruiner te worden dan Humberto Tan. Ja. Jack is met zijn eigen wedstrijd bezig, hoor. Maar we wachten nog even, want dit is de advocaat van, ja, van die neef van Promes. Kijk, hier hebben we Humberto weer. Goed kijken. Jack van Gelder gaat zo komen, hè. Let op. Ja, we wachten in spanning af. Daar is hij. Kijk. Zag je hem? Daar zagen we Jack. Is Jack bruiner dan Humberto Tan? Dat is het. Ga je goed kijken? En oh, en daar zag je. Ja. Zie je af en toe na elkaar? Goed kijken. En neem de beslissing. Kijk, hier nog een keer. Humberto, ja, ik moet snel zijn. Want dit is serieus, jongens. Hè. Dit zijn geen geintjes. Denk erom, die Van Gelder, die is daar gewoon heel druk mee bezig, hè, met die wedstrijd. Hier, nou, dan gaan we nog een keer. Ho, daar hebben we Van Gelder. Ho, Jack. Ho, we blijven wachten. Nog één keer kijken, hier, Humberto. En dan gaan we bepalen wie er bruiner is. Nou, waar blijft Jack Van Gelder? Daar is hij. Kijk. Ja. En de uitslag is... het is volkomen duidelijk, jongens. Jack van Gelder is bruiner.